Afgelopen nacht rond 2:30 was er ineens veel te doen in het dorp. Sirenes van alle kanten kwamen ze aangereden. Er was brand. En wat voor een brand. Aan de Oude Schans woedde een grote brand. Zelfs zo groot dat de burgemeester uit zijn bed werd getrommeld. En die burgemeester, die staat hier nu naast me. Burgemeester, dat was een korte nacht voor u, hè? Ja, dat is een korte nacht. Het hoort erbij. Als het een brand, een middelbrand is of grote brand, dan word ik gebeld. Maar dat is niet zo erg. Het is erg voor de bewoners. Als je daar ligt te slapen en je hebt brand, of je bent eigenaar van een winkel en die gaat in vlammen op, ja, daar leven we wel natuurlijk mee, met de mensen die hierdoor getroffen zijn. Hoe laat werd u nou op de hoogte gebracht? Het was 2:50. En waarom werd u nou op de hoogte gebracht? Want u zegt het al, middel of grote brand, maar... Ja, als er een brand is die meer dan twee wagens nodig is en er zijn mensen bij betrokken, dus dan praat je mogelijke slachtoffers, dan wordt de burgemeester altijd ingelicht. En ook in sommige gevallen gevraagd om hier ter plekke te komen. Dat ben ik ook gedaan. Dus hier wordt er dan een vergaderkamer op het plein neergezet. En dus met alle hulpdiensten heb je dan om het 3:30 overleg over hoe de stand van zaken is en wat er moet worden gedaan. Ja, dat is de zogenaamde grip, hè? Kunt u daar iets over uitleggen? Ja, dat is een ingewikkeld woord. Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure, grip. En dat geeft aan in wat voor niveau de brand is en wie er allemaal bij betrokken zijn. En normaal gesproken kan het met motorkapoverleg af van de verschillende hulpdiensten. Dat is dan grip 0. Maar vanaf 1 en 2, dan is het echt serieus. U zegt dat al, dan moeten we vaak overleggen met elkaar. Wat wordt er verder van u verwacht? Nou, de burgemeester is verantwoordelijk voor de brandbestrijding, want ik ben op een bevallen hebben bij brand. Nou heb ik geen verstand van brandbestrijding, daar heb ik mensen voor, de brandweer. En als je dan ziet met hoeveel professionele mensen daar uitrukken en dat ze dan bijstand hebben van Nijkerk en van Amersfoort, dat is fantastisch om te zien hoe ze op die manier samenwerken en dat er in een korte tijd heel effectief wordt opgetreden. Heeft onze brandweer uitstekend gedaan. Daar ben ik echt wel trots op. En ik ben een opperbevelhebber, maar bij wijze van spreken ben je wel afhankelijk van je mensen. Nou, de aanwezigheid van de burgemeester is van belang, omdat er soms bevelen nodig zijn om toegang tot woningen te verschaffen als buren daar eventueel geen medewerking aan zouden geven. Dan zou je dan ook de doorslag kunnen geven met een bevel. En voor de woordvoering, de pers wil natuurlijk graag de burgemeester spreken. Maar ik vind het zelf de belangrijkste taak om het te zijn voor de mensen die verdwaasd en verweest op straat staan. Omdat ze uit hun huis zijn gezet of omdat een winkel afbrandt. En dat je daar een persoonlijke gesprek mee kan voeren. Dat vind ik erg belangrijk. Een stukje ondersteuning. Dat is een stukje ondersteuning en een beetje meeleven. Je kan niet al te veel doen. Er wordt dan wel gekeken van is er onderdak geregeld voor de mensen die op straat staan. Maar dan is dat de eerste zorg. En ja, na de eerste nacht dan komen verder denk ik bij de mensen de klappen binnen. Maar wat is er nou precies echt gebeurd? Wordt daar ook nazorg voor geregeld? Ja, vanuit de gemeente en de brandweer zijn er gewoon contacten met alle betrokkenen. Want even terug naar vannacht. U zegt, ik was hier ook om de mensen te ondersteunen. U komt hier aan. Ik denk dat u heel snel hier ter plaatse was. En dan, kunt u vertellen hoe het er hier aan toe ging? Ja, het hele plein was veranderd in een groot brandbestrijdingsgebied. Er stonden overal wagens, auto's, containers. Was van alles bijgehaald. Juist vanwege grote brand is dat ook allemaal beschikbaar. Ik zei het al, die vergaderkamer die er stond. Dan is het ook voor mij melden bij de officier van dienst die dan zegt van we gaan zo en zo laten informeren en daar gebeurt het. Want ik kom niet aan de leiding. De leiding die is professioneel en die moet je het zelf laten doen. Zij weten wat ze doen. Ja, absoluut. Hoe snel was het duidelijk dat er geen mensen meer in het pand aanwezig waren? Ja, vrij snel was het zeer waarschijnlijk dat er geen mensen meer waren. Omdat de twee Poolse dames die boven de winkel sliepen, dat die waren gewekt. En die waren aan de voorkant door de politie opgevangen. Ze zijn uit het raam gesprongen en door de politie opgevangen. En daarna bleek dat een ander stel wat boven de andere winkel verbleef, een Engels stel, dat die ook buiten was. En boven de andere panden wisten we dat het leeg was. Dus er was nog even een kleine onzekerheid van moeten we daar nog niet kijken. Maar gelukkig was het van het begin af aan duidelijk geen slachtoffers onder bewoners. Hoe zijn de omwonenden geïnformeerd of gealarmeerd? Want
de mensen waar misschien niet direct sprake was van dat er brand zou komen, maar die wel erg dichtbij zaten? Nou, de eerste die dichtbij zaten zijn door de politie uit hun bed gehaald en gezegd van in verband met de rookontwikkeling aan de noordkant wordt u toch verzocht om uit uw woning te gaan. Het is veiliger om even buiten te blijven en af te wachten hoe de situatie is. Die mensen zijn naderhand weer naar binnen, naar hun eigen huis teruggegaan. En voor de mensen die wonen tussen waar de brand was en laten we zo zeggen de Westdijk, daar is de politie langs gereden met geluidswagen om de mensen te waarschuwen van er is brand, wilt u uw ramen en deuren sluiten, want we weten niet wat er in de rook zit. Uit voorzorg hou die ramen en deuren dicht. Dus niet alleen voor de rookontwikkeling, maar ook voor eventuele giftige stoffen, begrijp ik hieruit. Ja, op het moment dat een brand uitbreekt weet je niets en op het moment dat je dan vervolgens constateert dat er geen giftige stoffen zijn, dan kun je altijd de stap terugzetten. En er is bij oude panden ook een mogelijkheid van asbest. Bijvoorbeeld dat verwerkt is in de daken en dat met de brand zich via de lucht zou gaan verspreiden. En daar is ook extra scherp op gelet of daar sprake van zou zijn, maar dat was gelukkig niet zo. Nou zitten we hier midden in het winkelcentrum. Is er ook gedacht aan de eigenaren van de winkels? Ja, ik heb vannacht ook met de eigenaar van de winkels gesproken van twee van de getroffen winkels. Die heb ik ook gebeld. Die woont niet hier in het dorp, maar die zou vandaag komen kijken. En daar heb ik mee gesproken en met de familie van de sportwinkel heb ik ook contact gehad. Het bleek een hele complexe situatie te zijn. Hè? Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, dat heeft te maken met een beetje de oude bouw die je dan op plekken in een oud dorp tegenkomt. Als je dan hier op die gevels zo tegen elkaar schots en scheef ziet staan, dan begrijp je dat van binnen ook een soort kruipdoor, sluipdoor is. Met allemaal zoldertjes, spantjes. En dat maakt het heel erg ingewikkeld. Dat op het moment dat je als brandweer vlammen ziet door het dak komen, van waar nou de bron zit en waar dat nou vandaan komt en hoe je dat dan effectief kan bestrijden. Dus vandaar dat ook twee hoogwerkers nodig waren. Eén hier vanaf het Visrokersplein en één vanaf de Oude Schans. En die twee hoogwerkers die zijn dus boven de panden gaan hangen. En van daaruit, van boven naar beneden, is de brand geblust. Nou is het inmiddels maandagmiddag en nog staat er achter ons een brandweerwagen. Ja, het is, er was nog een melding van Smeulen. En om te voorkomen dat het weer zou oplaaien, je weet niet of dat gebeurt, is uit voorzorg gezegd van dan gaan we extra nablussen om ervoor te zorgen dat het echt helemaal rustig blijft hier. Dat is even schrikken, maar het valt denk ik mee. Maar ja, het Smeulen gaat al wel door in het hout, dus uit voorzorg nablussen. Dat nablussen, het zal waarschijnlijk niet meer ernstiger gaan worden. Is er al wat te zeggen over de schade? Nee, dat is nog helemaal onduidelijk. Er is bijvoorbeeld behoorlijke schade in de sportwinkel als gevolg van waterschade. Daar is geen brand gewoed, maar enorm veel water en rookschade. Dus dat is voor de inventaris is dat gewoon slecht nieuws. Dan heb je de andere winkel, de delicatessenzaak. Ja, die denkt, het ziet er naar uit dat dat verloren moet worden beschouwd. Maar ik heb daar geen cijfers. En je ziet ook de trieste aanblik van de gevels achter mij. En dat is dan denk ik grote schade die er is. Er waren bij de eigenaar van deze panden plannen om die te slopen en nieuwbouw te gaan plegen. Die zaten nog een beetje in de koelkast. En hoe ver we dat nu naar voren wordt gehaald, dat is nog even afwachten. Tot slot, is er al iets bekend over de oorzaak van de brand? Nee, helemaal niets. Dat is zoals het gebruikelijk is, eerst blussen en vervolgens komt de technische recherche en die heeft onderzoek gedaan of doet vandaag een loop van de dag nog nader onderzoek en dat is afwachten. En wanneer kunnen we daar iets over verwachten? Ja, meestal of er sprake is van een technische fout, dan wel andere dingen. Valt meestal wel met een week of twee aan te geven door de brandweer van wat de technische recherche, wat ze hebben aangetroffen. Dus dat moeten we even met z'n allen afwachten. Dank u wel dat u ons zo snel te woord wilde staan. Graag gedaan. Tot zover het gesprek met de burgemeester. Het blijkt hier nog steeds gevaarlijk te zijn. Vandaar dat de politie hier ook nog de wacht houdt dat niemand onder het lint doorgaat. Er moet natuurlijk ook nog van alles onderzocht gaan worden. Kijkt u ook vooral morgen naar Spakenburg nu, dan zeker meer over deze brand.